even de opname starten natuurlijk. Ook niet zo onbelangrijk. Zijn jouw deuren al dicht, Wouter? Ik hoor ze net dicht gaan. Nou, dan kunnen we vertrekken, denk ik, of niet? Ja, goed. Oké, dan. Daar gaan we dan, met de vrijheidsstrijd. Oh. Stuk naar 2. Nou, bouwen nodig om dat ding op gang te krijgen. Dat is een ding wat ze... Oh jee, dat gaat niet traag. Zo, hoppakee. Gaan we naar 1. Ja, hij gaat inderdaad niet bij zo snel. Ja, hé, hey, je moet dus in de passagiersuitzicht gaan zitten. Ik ga het zo doen. Ik zit nog steeds te zoeken naar Utrecht. Schiphol. Utrecht. Tiel. Utrecht, hè? Jezus, wat een lijst. Ja, het is eventjes ver om te vinden inderdaad, maar... Nou, eerst eens even op tempo komen. Amersfoort is trouwens wel mooi trouwens nu, dat moet ik zeggen hoor, met de nieuwe... Nederland. Amersfoort is natuurlijk echt mooi nu. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Voor zeker nog even iets langzamer rijden. Oh, kapen. Ja, we gaan rustig verder. Gelukkig. Hey, waar de hel? 140 cent, dan ga ik even in de passagiers kijken. Ik weet niet hoe dat ding verwacht dat ik naar Utrecht heen ga, maar niet zo. Dat was, hebben we hier ook ATB op zitten. Hey, wauw, gaan we richting Hilversum. We gaan de verkeerde kant op. Dat kan ik me iets van herinneren, ja, dat dit inderdaad een Squix Drive die stuurt ons naar Hilversum toe. Oh, nou dan gaan we naar, Hilversum. Nou, pas je koers worden we aan, Wouter, we gaan naar Hilversum. We gaan naar Hilversum, yay. Dat is een onverwachte twist. We gaan naar Hilversum, oké. Ja, misschien kunnen we in Hilversum nog weer omkeren of zo, maar ik denk niet dat we de wissels aanpassen daar. Nee, dat gaat niet werken inderdaad. Hilversum, dan ga ik weer terug. Goh, erg dit. Help dan, staat Hilversum staat niet eens tussen, joh. Nee, dan gaan we naar Amsterdam toe. Amsterdam. Amsterdam, ja. Zo, 140 van mij. Hoe dan, echt waar? Ja, dat weet ik nog wel. Dat was ik. Was ergens in. Een hele tijd geleden zo, waar ik ook eens een dit rijden naar Utrecht toe zo. En ik, wat is dit nou toch? En onzin. Ja, de Quick Drive stuurt ons blijkbaar in de richting van Hilversum. Dus dat is gewoon een foutje die op de route zit, zeg maar. Opmaken en baan, ja dat... Of aan de andere kant, hoor, wacht even. Ik volg even de map. De map. Op de kaart. Opmaken in... Wat zegt iemand? In... Ja, misschien gaan we via Hilversum. In baan, ja, maar we kunnen in baan... gaan de wissels waarschijnlijk niet om. Om te kunnen kopmaken in baan. Dus we zullen wel zien. Je zou in Hilversum nog kunnen proberen, maar ik verwacht ook niet dat daar de wissels aanpassen om terug te kunnen gaan. We moeten gewoon even kijken hoe de map ons aanraadt om te gaan rijden. Het is allemaal de schuld van Koppel op de Mouw, die heeft de verkeerde knoppen gedrukt. Maar ik vraag me af hoe de map eigenlijk wil dat wij gaan rijden dan. Want wij moeten inderdaad in Utrecht stoppen, maar we zijn helemaal daar. Tot zover de blauwe lijn gaat, gaan wij wel langs Baarn inderdaad en zo. Ja, dat sowieso. Nou, ik ben benieuwd wat dat ding voor ons in petto heeft eigenlijk. Ik zal zo eens in de passage view kijken. Zo, even kijken. Hey, uit de beeldscherm. Ja, mooi, hè? Met de bijdrage van Philips. Nou. Zo. Ja, pas op uw hoofd bij het opstaan. Oh, zodoende. Er zit een rekje boven. Ja, dat is meestal zo, of zie ik dat verkeerd? Kom, het is altijd zo toch? Ja. Stilstaan met fly zijn is je onbelemmerd en onbegrensd kunnen begeven in. En uiten is voor elk levend wezen, zo. Van essentieel belang. De rijkdom van leven in vrijheid houdt echt ook in dat je zelf bereid moet zijn je grenzen te stellen aan de ogenschijnlijke onbeperktheid. Ik geloof je direct. Dus
zodat je ruimte... Zullen we in de baan stoppen trouwens? Wat zeg je? Zullen we in de baan even stoppen? Nee, even gewoon doorrijden. Ja, oké. Okay. Zodat je ruimte laat voor anderen, hen niet hindert in hun gewoonten, hun tradities en zienswijzen. Vrijheid en maak je met elkaar. Ik geloof het. Dat heeft Ludwig van Danzig in 1933 geschreven. Ik geloof hem ook direct. Dat is mooi. Nou, ik verwacht even sinds dat de vrouw is, maar... Afremmen de 110. Mark Logan vraagt of ik met hem Eurotruck wil spelen, oké. Afremmen. Waar moet ik voor afremmen? 110. Oh ja, natuurlijk. Ja. Waar moet ik de ATB dan? Want het is toch... Oh, die zit op 130. Nee. Ja, die gaat dan de 130 in, inderdaad. Maar je gewoon lekker baan voorbij, even een keertje toeteren hier. Doeg. Iedereen. Even kijken, Bjorn, hoe kun je doneren? Ik doe niet aan donaties. Dat is misschien wel makkelijk om te zeggen, maar ik doe echt niet aan donaties. En Wouter volgens mij ook niet. 140, huppakee. Even kijken op de kaart. Nou, is het zover uitgetekend. De kaart is bijna tot een heel stuk uitgetekend, dus ik ben benieuwd waar we gaan keren eigenlijk. Ja, in de Hilversum, want verder kun je niet, hè. Dan gaan we gewoon 140. Hé, hey, maar dan rijden we eigenlijk over het gooien in, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar volgens mij is het helemaal nog niet... Is er helemaal niks gebouwd. Ik bedoel, de lijn ligt er wel. Maar volgens mij is er nog helemaal niks gebouwd, dacht ik. Wat, het stuk naar Hilversum? Nee, het stukje van Hilversum naar Utrecht. Geen idee? In het hart van Nederland is voor mij er nog niks bij. Ik zou het wel niet weten. Oh, zeg maar Richard, die zegt van op Wout kanaal kun je doneren, is dat zo? Oh ja, dat heeft Rob er toen opgezet, de tijden van de Farming Simulator, want de server moet er natuurlijk wel voor betaald worden. Ja. Dus dat heeft Rob toen ingevoerd. Dus de donaties gaan dan naar Rob voor de server behoud. Op die manier, ik dacht al van, ja, hoe komen ze wel bij donaties, maar dat is mij ook bekend nu. Want in die tijd altijd heel veel Farming speelden. De server natuurlijk ook gratis was. Wat de hel is hier wel de bedoeling van? Ik zie een blauwe lijn lopen. Bij blauwe Hilversum. Lijn? Ah, ja. Voor mij moeten we echt gewoon in Hilversum inderdaad keren. Voor mij komen we daar maar een klein beetje op neer. Okay. Maar wel raar dat we via Hilversum gaan. Ja, dat is wel enigszins vreemd. Maar goed, we zullen zien wat er gebeurt. Laten we gewoon lekker ophouden dat het hopelijk wel goed gaat komen, toch? Mm-hmm. Dus, ja. In ieder geval perron 2 uit, dat is één actie. Ik zie het ook inderdaad, ja. Maar ik heb alleen geen idee waar die vrijheidstrein officieel stopt, altijd. Ik heb ook geen idee, ik heb er nooit in gezeten, dus... Oh, remmen. Remmen naar 60. Verdorie nog, geel zijn ook nog. Wat dan? Oh. Moeten we nog verder afremmen? Train. Oké, mooi. Nou, als we naar Utrecht heen willen, dan ga ik er toch echt vanuit dat we zo meteen een keer echt moeten omkeren. Ja, op zichzelf bedoel natuurlijk. Maar... Ik denk dat we hoe dan ook even hier de deuren moeten openen. Perron 2. Oh, nou. Zo. Dat ding kraakt trouwens wel flink, die mat. Ja, ik vind het wel gaaf, ja. Zo, pardon, ja.
Ja, dat het de bocht door. Je bent net de bocht pas door, ja? Ja. Nou, ik kleur toch even hier de deur open. En puntje van het station. Ja, we gaan hier omkeren. We gaan moeten van cap verwisselen. Hoppakee. Nou, enigszins vreemd, maar goed, het zal. Ja, ik vind het ook een beetje een rare keuze inderdaad. Ik zal mijn trein eens even stil gooien. Niet helemaal onder het afdakje, maar dan kunnen we snel omkeren. Zo. Ja, dat is echt verschrikkelijk hè, dat geluid. Het is wel waarheidsgetrouw. Dat is een ding wat zeker is. Zeker. Op het helemaal uit. Je hebt je deur net open gedaan of wat? Ik heb ze wel open gedaan, ja. Maar... Okay. Oh, dan moeten we natuurlijk wel even nu de koersborden weer op Utrecht Centraal zetten, hè? Oef, ook nog. Utrecht. Ja, ze zijn dicht. En we kunnen verder. Oké, we gaan weer verder dus, ja? Yes. Oké dan. Wissel omgedraaid. Ja, wissel is omgedraaid. Hey. Even de lampjes aan. Hoppakee. Nou, ik vind het wel een beetje een hele vreemde combinatie, maar whatever. Ja, dat zeker. Ik bedenk me net wel dat wij hier even rustig aan moeten rijden. Ja, de wissel bij mij staat ook goed trouwens. En dit is toch het beroemde stuk waar toen die trein ontspoord was, dacht ik toch? Dat zou heel goed kunnen. Dat zou ik nog wat even niet meer weten, want dat is een tijd geleden. Nou, dat maakt niet uit. Ik heb alleen wel het gevoel dat we inderdaad zo eventjes een groen grasveld inrijden, maar... Ja, dat klopt, dat zei ik al. Voor mij is hier nog helemaal niks gebouwd aan... Nee, maar dan gaan wij gewoon lekker gas geven. Oh, ik mag alleen niet gas geven, want daar te ben je, je begint te leren. Klopt, je mag hier alleen nog maar 40. Dat is weer jammer. En we gaan over naar de mooie bogen. Ja, dat is ook zeker waar. Nou, dames en heren, als u nou links en rechts kijkt, ziet u absoluut helemaal niks. Ja. Nou ja, ik rijd nog in een sportveld. Ja, ik rijd nu het eerste perron van het sportveld voorbij. Ik moet de tweede perron zo meteen nog voorbij. Ik rijd nu op het tweede perron. En 130, hoppatee. Nou, het scheelt dat wij een hele hoge frame rate hier hebben nu. Dat zal vast en zeker, ja. Denk je nog wel even om je ATB aan te zetten, als je van cap gewisseld bent? Oh ja, bedankt. Huppakee, 130. Nou, dat denk is correct en tevens juist, ja. Nou, ik denk dat we dan nergens gaan stoppen. Dat denk ik ook niet, nee. Er zit er wel een tunnel onder, wauw. Oh, dat zie ik in het Gooi Centraal niet. Ja, jij weet dat het toch uit je hoofd is, dus ik zou het begon niet weten. Ik weet in ieder geval dat we onderweg zijn naar Utrecht. En dat ik zo meteen denk ik de ATB even uitzet om lekker door te kakken met 140. Want ik weet niet of we hier er vrolijk van worden. Oh, maakt op zich niet veel uit, denk ik. Nou ja, ik heb liever een scenario om me heen dan dat ik er niks en niemands land heen rijd. Ja, oké, maar ik bedoel, we stoppen ja toch nergens, dus dat haalt ook voldoende tijd in, denk ik. Nou, ik knal hem lekker op de maximum. Toch wel, ja? Nou, zet de ATB ook even uit. Ja, het zijn toch niet heel harder dan 140, dus ik moet ineens 120 aan, dus dat is het... Maar dan ga ik ook gewoon met 140 doorheen? Ja, joh. Kan makkelijk. Dan komen we even dat niemandsland iets sneller voorbij. Ja. Dan komen we iets sneller bij de bebouwde wereld, zeg maar. Dan gaan we op Overvecht wel weer stoppen. We hebben Overvecht stoppen, ja? Ja, joh. Hé, hey, hier staan weer bomen. Nou, voor een heel korte tijd. Oh ja, bomen inderdaad, ja. En de snelweg. Oh ja, en de snelweg. En station Hollandse Lading, maar dat is dus niet heel veel meer nog dan een pardon. Ja, klopt. Oh, ik ga prima met 140 hier.
bronzen rading rijdt trouwens pas net voorbij. Ik rijd er nu doorheen, hè? Zo, even de trein opwachten. Ah, rijden we lekker zo'n 140 of niet? Ja, je seks. Alleen waar zitten van die luxe tv's in de vrijheidsstrijd? Ja, waarom? Ik zag je ergens gauw 2010 voorbij komen als je dat op Google zocht, maar veel heb ik er nog niet over kunnen vinden, dus. Nou ja, voor de vrijheidstrein is het wel een leuke route om te rijden op die manier, gewoon via Hilsen naar Utrecht en gaan. Ik bedoel, hoe bedenk je het? Mm-hmm. Ja, dat is oké, okay, ja. Dat wel, ja, maar. Het is wel een beetje vreemd. En een beetje saai. Ja, alleen vanwege de weinige zeer. We rijden trouwens wel naast de snelweg. Oh ja, dat is zeker. Ja, oké. Okay. Dat is zeker waar. Althans, ik weet niet welke snelweg dit is. Ik ga er niet vanuit dat de A1 is. Nee, dat. Dat weet ik ook zo gauw even niet, maar dat weet ik ook om mij vast te vertellen. Ja, dames en heren, welke snelweg is dit? Die momenteel ja, naast ons ligt. Kijken of mijn Google Maps sneller is dan de mensen die in de chat antwoorden. Nou, dat sowieso, aangezien de stream 30 seconden vertraging is ongeveer. Ja, nou ja, mijn mobiel is ook niet zo heel snel. Oh, oké. Okay. Tussen Hilversum en Utrecht rijden. De A, nou, dat is het. 27 had ik. Ik wou ook 15. A27. Dat zal het wel zijn, hè? Ik zie heel veel mensen namelijk hier A27 schreeuwen, dus ik denk dat het daar. Ja. We gaan richting de 110. Zullen we gewoon even gaan remmen, denk ik wel, of niet? Dat zou je kunnen doen. Alhoewel ik nog wel 140 blij en ik eigenlijk dat niet van plan ben. Nou, maar die 70 is misschien wel enigszins handig, dus laten we dat wel even doen. Ah, ik maar overweg dan komt aan, wacht even, dus die wissel. Oh, laten we dan maar wel even afremmen, ja. Ik zit nu op 110 momenteel, ik zet de ATP ook even terug aan. Oh, wacht even, hier zit die wissel weer natuurlijk. Oh, dan gaan we afremmen. Dan komen we weer in bebouwde wereld. Utrecht overweg. Precies, dus ik ga nu even heel langzaam afremmen naar 70. Ja, ik ben op onderweg naar 70. Het is wel grappig, want dit is gewoon ook uit het Gooicentraal natuurlijk, dit de stukje wat je nou rijdt. Ja. En het zit dus ook tevens in het hart van Nederland. Ja, maar waarom ze dat dan niet gewoon ingekopieerd hebben, dat is mij dan weer een raadsel. Maar het zou wel niet zo makkelijk zijn als dat het is. Misschien moet je eerst daar toestemming voor de bouwer aanvragen of zo. Ja, dat sowieso, maar dat lijkt me wel enigszins. Volgens mij stuur je gewoon die bouw ook een klein beetje van de aardbodem verdwenen, dacht ik. Nou, ja, dat weet ik niet, maar. Dat weet jij dan weer. Ja, dat lees je op het forum in ieder geval. Aha. Wel grappig hoe verschillend dit allemaal van elkaar is eigenlijk. Nou ja, anyway, de bekende wissel. Ja. Toch maar enigszins bekend, ja. Dan draai wel eens de wissel heen. Nou, dat klopt in ieder geval. Jij klinkt in één keer iets verder weg, Wouter. Dat zou niet. Nou, dat zou kunnen door mijn microfoon. Ja. Wat voor microfoon heb je eigenlijk? Gewoon een headset of. Ja. Oké. Okay. Een Logitech G, weet ik veel wat headset. Een Logitech headset, oh no. Ja. Zo, en dan komen we nou weer op het spoor. Ik krijg geen gas geven, ik laat gewoon lekker een 70 uitrollen richting Utrecht Overvecht. Waar we dan denk ik wel verstoppen of niet? Ja, daar overvecht maar wel doen inderdaad. En als je nou naast ons kijkt, dat is normaal gesproken de route waar we vandaan komen als wij vanuit Apeldoorn of Amersfoort komen. Correct. Zonder die helse omweg. Ja, inderdaad ja. Oh. Misschien moet ik wel even stevig afremmen met dit zware ding, bedenk ik me net. Wat dan? Nou ja, is vrij zwaar. Oké. Okay. Vrij zwaar. Ja, vrijheid zwaar. Nee, maar. Nee. Kom op.
Ja, hij staat stil. Hey, dat is open. Oh, ik reed net pas oververgeren. Nou, maar dat maakt niet uit. Wel op uit. Dat ding kraakt wel aan alle kanten eigenlijk. Ja, mooi. En dan dat verschrikkelijke remgeluid. Ja, dat klopt. Nou, ik doe kleng even de deur open. Dat is wel belangrijk voor allemaal. De deur open, anders kan niemand uitstappen. Ik hoor, zullen we dicht gaan? Ja, zullen we dicht gaan? Even kijken, die van mij die staan open. Ja, ik wacht rustig op. Gaan we uiteindelijk vanzelf weer dicht. Duurt lang, schiet. Oh, goed zo. Nou, even kijken. Ze zijn dicht. We kunnen rijden. Yay. Dan gaan we naar station Utrecht. Misschien dat ze nou iets minder lekker bij station Utrecht, hoop ik. Laat het hopen. Nou, überhaupt die. Oh, dag al, wat trek je trains traag op, maar ik heb mijn raildrive cap op miles per hour staan. Dag al, dat klopt dus niet. Dat is niet enigszins handig. Nee. Even weer terug in de cap, lijkt me. 100 mogen. Hoppen. Ja, klopt, 100. En we moeten stoppen op perron 5B. Oh, dat is wel een goede om op te letten, ja? Anders moet je weer doorrijden van A naar B. Oh, 80. Alsof je moet zo meteen met 80, ja? Ja, ik hoorde een keer de ting al voorbij komen, dat klopt. Ik kan het zeggen, ik kom ook al. Wow. Nou, ik rem vaak niet heel erg veel af. Vaak iets van 19% of zo, dat moet voldoende zijn. Ja, dat klopt. Oh, we moeten zo meteen wel verder naar 40 op lettertje. Ja, het punt is, volgens mij denk ik dat eigenlijk een bug is in de ATB. Want de ATB geeft normaal gesproken 1 kilometer van tevoren aan dat je 40 mag. Alleen de ATB kan volgens mij niet achter de snelheid van 80 kijken. Dus daarom dat de ATB pas op 40 springt, zodra je die 80 voorbij bent. Want dan merk je pas op. Ik heb het niet ook, ja. Maar goed, we komen nu in de buurt van Utrecht. Lag Station Utrecht. Welkom in Lag Station Utrecht. Ja, klopt. Ik begon niet wat perron 5B zeg, maar. Nou, dat is de achterste. Ja. Je rijdt eerst over A en dan naar B. Ja, klopt. Ja. Ik bedoel, in welk deel? Het zal waarschijnlijk ergens in het midden zijn. Dacht ik. Ja, de cijfers te denken wel, want volgens mij was de uiterste was 13, dus dan. Dat denk ik nog wel een stukje naar rechts, heb ik zo het gevoel. Oh, lekker. Oh. Leggy. Ja. Oh, dit is 5. Oh, hier is 5. Ja, we moeten in ieder geval een stukje naar rechts. Als het ding nog zeker is. Ja, heel klein beetje wel hoor. Oh ja, dat valt mij, ja. Nou, zijn mensen ook weer blij? Hij heeft met de vrijheidstrein gereden. Jawel. Heel belangrijk. En dan niet op A stoppen, maar doorlijn naar B. Ja, precies. Anders ga je ook niet tellen, hè? Nee, anders krijg je geen punten. Nou, je krijgt überhaupt geen punten, dat, denk ik. Dat is ook zo, ja. Dat is ook wel, hè, maar... Zo, remmen met die handen op. Ja. Hoppakee, station. Zwaargewicht stil kunnen zetten. Station Utrecht. Nou. Voor de vorm even de deur open doen, anders zien mensen zo. Verrekte weinig. Hoppakee. Nou, als het goed is. De vrijheid zijn. Oh, cancel, kappen. Goed zo. Nou, dus dat wachtdingetje van mij is zometeen voorbij.
Well done, you've reached the end of this quick drive scenario. Nou, vet man. Yay.